2023 wordt het jaar van verlichting, zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in zijn nieuwjaarsboodschap. De regering zal ook in 2023 zoeken naar opties om het leven draaglijker te maken. Het staatshoofd erkent dat er geen magische formule is voor betere tijden. Maar een pakket van maatregelen en de inspanning van alle betrokken partijen zullen stapsgewijs bijdragen aan betere tijden. Het beteugelen van de wisselkoersen, de inflatie, fiscale verlichtingen, prijscontroles en nieuwe investeringen zullen verlichting brengen voor de samenleving. En we gaan nu op weg naar het gericht en stapsgewijs invullen van die mogelijkheden in die sectoren. Sectoren als landbouw, duurzame bescherming van onze regenwoud en de kustvlakte. En de investeringen in de infrastructuur, zoals havens en wegen. Allemaal sectoren die passen in deze moderne wereld. In 2023 zullen we binnen de grenzen die IMF stelt zorgen voor de nodige financiële verlichting. Dat zal zich specifiek richten op personen met de laagste inkomens. Subsidies op energie voor de hoogste inkomens worden afgebouwd. Maar de lage inkomens zullen we verlichting bieden met subjectsubsidie. De omzetbelasting wordt volledig afgeschaft. Ook worden personen met een belastbaar inkomen onder de SRD 7.500 per maand vrijgesteld van loonbelasting. Er komt optopping op de sociale voorziening met 1800 SRD. En dat biedt al een stukje verlichting. President Santokhi zegt dat de regering zich tegelijkertijd voorbereidt op toekomstige mogelijkheden van oliewinning op zee. Deze regering heeft volgens het staatshoofd nooit gewet op olieinkomsten. Dat is een misverstand dat in de samenleving is ontstaan. Het staatshoofd wijst erop dat de regering zich wel voorbereidt op de ontwikkeling van de oliesector. Het zijn lange trajecten die veel voorbereiding vergen. Wel zullen we ons er nu al op moeten voorbereiden. Als het gaat om bijvoorbeeld infrastructuur en onderwijs en opleiding voor de beroepen in die sector. Onze inspanningen om ons vast voor te bereiden op de toekomstige oliefondsen gaan daarom onverminderd door in 2023. Waarde landgenoten, broeders en zusters, in het nieuwe jaar zal onze focus liggen op het realiseren van projecten en investeringen die weer groei van de economie moeten brengen. Het doen van zaken wordt stapsgewijs gemakkelijker gemaakt voor buitenlandse investeerders, zodat Suriname hoger op de ladder komt op de lijst van landen voor ease of doing business.